Dit is een algemene legging. Wat gaat er gebeuren in de komende maand? Dus we gaan kijken. Ik heb nog een kortingsactie op dit moment in oktober. Dus nog heel even, hè, maandag, de laatste dag. Dat je gebruik kan maken van deze korting. Een persoonlijke reading. Als je die wilt aanvragen, dus met die korting, dan kan dat via mijn website. De link vind je in de beschrijving onder de video. Ook hebben we wat producten in ook afgeprijsd zijn de aanbieding. Deze armband bijvoorbeeld. Deze is voor het versterken van je intuïtie, spiritualiteit. We hebben andere soorten ook, andere stenen. Dus als je dat leuk vindt, kan je een kijkje nemen in onze webshop. Staat gelinkt ook in de beschrijving onder de video. Nou, we hebben hier bouwstenen, nummer 28. En het hier en nu, nummer 32. Dus het gebruiken van je eigen bouwstenen, hè, om beter te worden, maar ook om samen te bouwen. Om iets op te bouwen aan je toekomst. Nu hebben we het hier en nu. En ja, dat vind ik altijd een hele mooie kaart, omdat die je eraan herinnert dat het belangrijk is om in het hier en nu gelukkig te zijn. Dus niet te veel bezig te zijn met dat wat in het verleden is gebeurd, hè? Want daar kan je niks meer aan veranderen. En dat is niet wat waar je naar kijkt, hè? Van oh, was het maar anders, was het nog maar zoals vroeger, of ik wou dat alles anders was gelopen. Het heeft geen zin om daar elke keer naar terug te kijken. En de toekomst moet nog komen, hè? Dus kijk altijd naar wat je op dit moment hebt en niet zozeer naar wat je hoopt dat het gaat zijn in de toekomst. Ook met iemand, hè? Kijk altijd naar wat iemand jou laat zien op dit moment, niet wat je hoopt. Hoe iemand is of hoe iemand gaat zijn in de toekomst. Maar gewoon wat iemand jou op dit moment laat zien. Niet wat iemand jou belooft voor die toekomst. Maar hoe is het op dit moment? Is dat oké voor jou? Of wil je het liever anders zien? Wat kun je zelf doen om dingen te veranderen? Om gelukkig te zijn in het hier en nu? Van kelken. Heel mooi. Nieuwe liefde. Nieuw begin in de liefde. Heel veel liefde. Hè? Die beker die stroomt over van al die liefde die er is tussen jullie. Hier hebben we de schildknaap van staven. Dus iemand, deze persoon, die liefde, die heeft heel veel liefde om te geven. En die wil, ja, die jaagt achter jou aan, hè, die kat. Dus die is op jacht naar iets. En hier hebben we de bekers 9, dus dat is die wensvervulling. Dus jij bent die wensvervulling voor deze persoon. En hij of zij jaagt achter jou aan en wil jou al die liefde geven. Hier hebben we de... Ik zal hem even omdraaien. Zwaarde 5. Dus het kan zijn, hè, dat je in een soort van spel, kat en muisspel, bent verwikkeld met deze persoon. Steeds het jagen en dan weer even afstand. Niet in je kaarten laten kijken. Hè? Dus misschien hou je je gevoelens voor je. Maar ja, er komt een tijd dat het natuurlijk beter is om alles gewoon op tafel te leggen en je kaarten te laten zien en gewoon daar eerlijk over te zijn. Want dat is wat je waarschijnlijk het liefste ook van deze persoon ziet, hè? Dat diegene jou eerlijk vertelt van, nou, dit is het. Dit voel ik. Hier hebben we de koning van zwaarden. Dus het kan zijn, met de keizer, het kan zijn dat dit iemand is die bijvoorbeeld wat ouder is of wat meer levenservaring heeft of juist andersom. Maar misschien ben jij juist wat ouder. En we hebben hier de staven
3. Dus heel hard gewerkt eigenlijk om zover te komen, om nu eindelijk die wensvervulling te krijgen. Je hebt het werk gedaan en nu is het eigenlijk wachten op wat er op jouw pad komt. Hè? Dus er is niet veel meer wat je nu kan doen. Je hebt het voorwerk gedaan en nu is het gewoon wachten tot, tot dat goede binnen gaat komen naar je. Dus die liefde, die wensvervulling. Dus het ziet er heel erg goed uit, hè, voor die komende maand. Jouw geliefde die jou najaagt en die eindelijk de kaarten laat zien, eindelijk de gevoelens uit. En dan kunnen jullie verder. De staven 9 en de pentakels 8. Dit is, het geeft aan dat het bijna zover is. Het is allemaal aan het gebeuren nu. Dit is iemand die heel hard aan zichzelf heeft gewerkt, hè, en er bijna klaar voor is nu om die liefde te uiten aan jou. Of die liefde te komen geven aan jou. De vader van staven. En hier hebben we de pentakels 2. Lijken ook een soort een transformatie te zien, hè, met die vlinder. Dus van die schildknaap van zwaarden naar die koning van... Of schildknaap van staven naar die koning van staven hier. Transformatie. Deze persoon is er nu klaar voor. Is sterk geworden. Is er klaar voor om te gaan voor wat hij of zij wil. En laat dat nou precies dat zijn waar je die wensvervulling van krijgt. Hè? In het hier en nu. Want we kijken naar de komende maand. We zien hier dat het echt staat te gebeuren nu. Het staat op het punt om te gebeuren. Deze persoon is er klaar voor. En hier hebben we die wensvervulling. Pentakel 7 met de ridder van staven. Dus vol zelfvertrouwen komt deze persoon op jou af. Jouw wensvervulling is hier. We zien een hele stabiele groei in deze relatie. Dus het kan zo zijn dat je hier al lang op wacht. Hè? Dat is dat het een hele lange aanloop heeft gehad al. Dat het heel veel geduld heeft gevraagd van jou. Nu zien we dat er actie komt. En dat we een hele stabiele toekomst eigenlijk hebben hier tussen jou en deze persoon. Hier hebben we die vader van Kelke met de wereld. Dus de koning van Kelke met de wereld. Een nieuw begin, een nieuwe cyclus. Dus waar het eerst een beetje verborgen was, hè, dus wat we net zagen, niet in je kaarten laten kijken, verbergen de gevoelens. Is het nu allemaal open? Jullie beginnen opnieuw. Er is een hele nieuwe cyclus waarin alles gewoon open is. En waarin die liefde geuit mag worden. Waarin je emotioneel mag zijn. Je emotioneel mag opstellen. En waarin die liefde dus ook gegeven wordt aan jou door deze persoon. Hier hebben we de zwaarde 6. En de staven 7. Dus het vinden van je kracht, dat is dus niet alleen zo aan die andere kant bij deze persoon, maar ook jijzelf, ook in jouzelf. Want ook jij bent er klaar voor. En dan zien we eigenlijk een situatie waarin twee mensen misschien een beetje die gevoelens op afstand houden. Hè? Want dat is veiliger of makkelijker, of noem maar op. Hè? Maar nu zien jullie dat er zoveel moois kan komen. Als je je wel openstelt, want daar hebben we die kleur, daar hebben we die mooie regenboog, daar is die liefde. We hebben hier dat vuur wat echt kan branden op het moment dat je het openzet. Hè? Dus dan komt er nog meer, ja, komt er zuurstof bij en lucht en dan gaat het nog meer branden. Dus die, dat wordt allemaal aangewakkerd en sterker gemaakt. En dat ziet er super, super mooi uit. Hier hebben we de zwaarde 5.
En de Pentacles team. Dus een hele mooie toekomst team hier. Jullie hebben beide het werk gedaan. Jullie hebben er heel hard voor gewerkt om zo ver te komen. Die Pentacles team, hè. Een gelukkig einde. Een sprookje bedoel ik dan. Dus ze leefde nog lang en gelukkig. Met een huisje, boompje, beestje. Dus al dat harde werk was niet voor niks. Jullie bouwen samen dat leven op. En het is nu tijd om te gaan genieten van die relatie. Van die mooie relatie die er is tussen jullie. Dus we gaan kijken. Ik wilde eigenlijk de andere kaarten pakken, maar dat heb ik niet gedaan. We gaan even kijken wat hier uitkomt. Pauze. En volg je hart. Ja, dus je mag even wachten. Je mag even pauze nemen als je niet weet wat je moet doen. Neem dan even pauze. Doe dan even niets. Dus het is beter om heel even te wachten dan een verkeerde keuze te maken. Volg je hart, dat sowieso altijd, hè. Dus dat is een heel mooi en goed advies, zeker weten. Dus neem de tijd. Heel belangrijk advies. Zwaarde 3 hebben we hier. Pijn, verdriet. Het ergste verwachten en dat ook krijgen. Dus zwaarde 7. En de pentakels 6. Oké. Liegen, bedriegen, hè? Zwaarde 7. Of het in ieder geval maskeren van het dragen van een vals masker. Of het maskeren of negeren of verbergen van gevoelens, emoties. Hier worden met de pentakels 6 toch het geven, het meer geven. Delen. De stabiliteit ook zeker. Dus nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga nog even verder met de legging in de verlenging. We gaan kijken wat dit betekent. Hè? Wat gaat er ook om in jouw soulmate, in het hart, in het hoofd van deze persoon. En hoe gaat het allemaal verder? Wat gaat er gebeuren voor jullie? Ik zet de link naar de verlenging in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar en zo niet ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag!